is vandaag donderdag 16 april en ik ga weer een nieuwe dagelijkse vlog voor jullie starten vandaag. Ik heb al gedoucht, dus misschien niet te zien, ik heb mijn haar niet gewassen, maar ik heb wel gedoucht. Miel is nu aan het douchen. Ik heb gewoon lekker een simpel shirtje aan van Lovies en mijn sportlegging, want ja, ik heb niet zoveel zin om iets anders aan te trekken. Ik heb al een dagcremetje op mijn gezicht gedaan, ik ga nu alleen nog eventjes mijn make-up doen en eventjes mijn kamer opruimen, want er ligt heel veel kleding op de grond. Volgens mij kan het meeste wel gewoon in de was. Dus dat ga ik eventjes uitzoeken. Ik heb voor vandaag eigenlijk nog niet echt een planning staan of iets wat ik wil doen of wat ik moet doen. Wel komen er een paar pakketjes binnen, dus dat is heel erg leuk. Weer een pakketje van Chiquelle. En volgens mij ook nog een pakketje van Zara. Ik weet niet, maar er komen in ieder geval wat pakketjes binnen. Dus die zal ik dan wel even laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes mijn make-up doen. Pakketje! Pakketje! Ik ga hem even boven openmaken. Want Mina zit beneden te eten. Nou, perfect dit. Oké. Ik mocht weer wat dingetjes uitzoeken bij Chiquelle. Het heeft echt bizar lang geduurd voordat ik binnen was. Het was ook een beetje een soort van gekke miscommunicatie of zo. Want ik had dus met twee mensen opeens van Chiquelle contact. Terwijl ik krijg iedere maand of om de zoveel tijd een mailtje van dezelfde vrouw. En nu kreeg ik dus van een andere vrouw ook een mailtje of ik ook wat wilde uitzoeken. Dus ik zei ja, leuk, wil ik wel. Maar weet wel dat ik al met iemand anders dat op dit moment ook al doe. En toen liep alles een beetje door elkaar heen en zo. Dus het is best wel lang geduurd voordat het binnen is. Dus ik heb ook geen idee wat erin zit. Ik weet ook oprecht niet meer wat ik heb gekozen allemaal. Oké. Even kijken. Ik zie allereerst een bikini. En ik had mezelf beloofd om geen bikinis meer te kopen. Maar deze heb ik natuurlijk gekregen. Ik heb ze allebei in een maatje M. En ze hebben een mooie okergele kleur. Die kleur heb ik nog niet, oprecht niet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Zo, dit ziet er heel klein uit voor een M. Maar het is denk ik wel een extra billenbroekje. Maar het is dus gewoon een ja, normaal broekje op zich. En aan de bovenkant heeft hij dus van die roesjes zitten. Maar hij is wel echt heel petit. Heel klein broekje. Maar ik vind het wel echt een heel erg leuk kleurtje voor als je bruin bent. Dus die. En daarbij ook een topje. Uiteraard. Oh, die vind ik ook heel schattig. Oh, heel leuk deze. Deze vind ik er dan best wel weer groot uitzien. Misschien had ik beter een S kunnen nemen van het topje. Maar goed. Dat is een triangle topje. En ook daar zitten weer aan die zijkant die roesjes. Vind ik ook echt heel erg schattig. Even kijken of dit past. Ja, dit past wel. Oké, deze. En die heb ik dus allebei in een maatje M. En ze hebben deze bikini dus ook nog een best wel veel andere kleur volgens mij. Dan een trui met een heel erg leuk kleurtje. Deze heb ik in een S, zodat die lekker oversized past. En dit is een hele lekkere cropped trui. Of nou, een beetje cropped is die. Echt een heel erg schattig kleurtje. En de trui van Chiquelle zijn altijd mega zacht aan de binnenkant. Volgens mij heb ik deze lijst echt al 3 weken geleden doorgegeven. Toen het nog niet zulk lekker weer was. Want als ik had geweten dat het zulk lekker weer zou worden, had ik wel wat meer zomerse dingen uitgekozen, denk ik. Maar in ieder geval deze trui, die vind ik heel erg leuk. Die heb ik dus in een S. Dit is een one size. Dit topje, echt heel mooi. Hij is wel heel dik. Beetje te dik misschien voor de zomer. Maar het is dus een soort gebreid ribbelstofje. Ik weet niet of je het goed kan zien. Hij reikt wel heel erg mee. Dus dat is top. Hij heeft best wel grote armgaten. Wat ik wel altijd mooi vind als het een beetje zo laag is uitgesneden. En hij heeft een beetje een soort van hoog kraagje. Dus die. En die heb ik dus in een one size. En dan als laatste nog een witte top. Deze heb ik in een maatje S. En dit is een witte top met lange mouwen. En dan aan de zijkant hier. Ik weet niet of je dat kan zien. Heeft hij van die strikjes. Zodat je hem zo strak kan trekken. En dat het een soort crop top wordt. En dan kan je dit strikken en zo. Hij ziet er wel echt best wel groot uit. Misschien had ik een XS moeten nemen. Maar goed, in ieder geval die. Daar ben ik heel erg blij mee. Vooral met deze bikini. Echt heel erg leuk. Ik hoop dat het broekje een beetje mooi staat. Want normaal hou ik meer van broekjes die echt zo mooi omhoog lopen. Omdat je figuur dan gewoon mooier uitkomt. Maar I really like the color. Dus die. En dan was er nog een pakketje binnengekomen van de doekloop. Deze. En ik had natuurlijk nog verteld dat ik nog een tweede bestelling zeg maar na had geplaatst. En als eerst zat daar een blush in. Een mineralized blush in de kleur Warm Soul. Ik had hem wel iets minder donker verwacht. Ik had hem wel wat lichter verwacht. Maar op zich, ja,
Het is wel oké. Kijk. Best een mooi kleurtje. Dus die heb ik als eerst nog besteld. Vond ik wel leuk. En dan als laatste nog een lipstick van MAC ook. In de kleur Velvet Teddy. Ik draag eigenlijk nooit lipstick, maar ja, ik vond het wel leuk. In de kleur dus Velvet Teddy. En ik vind het wel echt een heel erg mooi kleurtje. Zal ik hem even opdoen? Ik draag echt nooit lipstick, maar oké. Zo, dus wel. Het is best wel donker voor mij nu. Omdat ik nooit wat draag. Maar... ik weet niet of ik het leuk vind. Vind ik dit leuk bij mezelf staan? Maar ik heb natuurlijk nu helemaal niet zo heel veel make-up op. Ik heb alleen maar mijn wenkbrauwen, mijn wimpers en dan nog eens lipstick. Lipstift. Ik vind het op zich wel leuk, maar... ik weet niet. Ik vind het op zich wel leuk. Oké, maar ik ga in ieder geval deze dus lekker in mijn stash laden erbij leggen. De lipstick kan mooi hierbij. Ik heb trouwens die andere twee lipsticks die ik ook nog had van Clinique en Look X weggedaan. En dan kan mijn blush kan mooi hierbij. Zo. Oh ja, en dan nog mijn highlighter die Dagmar nog heeft. Maar dat komt wel. Tadaa. Oh, trouwens, ik heb nu die fixing sprays hier neergelegd. En hierachter allemaal liquid dingen of zo. Dus een liquid blush of een stick of zo. Of highlighter, een bronzer en nog een highlighter stick. Dus dat ligt nu allemaal daarachter omdat ik dat toch niet zo vaak pak. Dus ja, het wordt aardig wat voller. Ik zal eventjes die kleding passen van Chiquelle om aan jullie te laten zien. De bikini ga ik denk ik niet aan jullie laten zien, dat vind ik een beetje gek. Maar de rest zal ik eventjes aantrekken. Dit is een roze trui. Hij is echt... zo lekker zacht. Ik viel bijna om. Maar hij is echt heel erg lekker zacht. En hij is best wel een beetje cropped. Want mijn navel komt tot hier ongeveer. Dus nou, iets onder mijn navel komt hij. Maar wat ik dus misschien wil doen. Ja, het is heel erg zonde omdat het een nieuwe trui is. Maar ik wil hem eigenlijk knippen. Zodat hij echt tot boven mijn navel is. Zodat het echt zo'n leuke cropped trui is. Maar misschien doe ik dat gewoon met een oude trui. Maar dit is in ieder geval die roze trui. Ik viel weer bijna om. Dit is dat witte topje. En ik weet niet. Ik vind hem hier... beetje gek zitten of zo. Maar het is op zich wel een mooi topje. Hij laat me wel wat bleker lijken, vind ik, dan ik ben. Of dat komt door die lipstick, dat kan ook. Maar ik vind hem op zich wel leuk. Maar ik had die mouwen liever iets meer zo gezien, zeg maar. Iets minder of zo. Maar goed, deze dus. En deze die andere witte top. Hij schijnt wel echt heel erg door. En die touwtjes vind ik ook wel echt rete lang. Kijk, nu zit er dan nog een strik in. Ze komen gewoon bijna tot mijn enkels. Maar ik vind het wel een heel leuk topje. En hij is ook best wel dun. Dus je kan dit ook gewoon nog in de zomer wel dragen, vind ik. Alleen even kijken wat voor BH hieronder leuk staat. Ik heb de lippenstift er even afgehaald. En mijn broek uitgedaan. Ik heb nu alleen lekker een shirt aan. Groot shirt. En dan ga ik lekker in de tuin zitten. Ik ga eerst lekker in de tuin zitten. Lekker filmpjes kijken. Ik wil eigenlijk ook een video bewerken. Maar dat doe ik denk ik vanavond wel gewoon. Ja, dat doe ik vanavond. Oké, bye. Girl, bye. Bye, girl. Ik hoop niet dat er een postbezorger komt. Want dan sta ik in mijn onderbroek. Ik ga eventjes een eitje koken. Want het is 3 uur en ik heb nu wel een beetje trek. Oeh, lekker ananas. Maar ik ga gewoon zo'n pannenkoek-ei maken. En ik had op Insta gevraagd of jullie nog vragen hadden. Voor mij. En die hadden jullie zeker. Dus die ga ik zo meteen terwijl ik mijn eitje ga opeten. Dus ga ik die vragen beantwoorden voor jullie. Als jullie denken, heeft ze nou niks hier onderaan? Ik heb hier een bikini onderaan. Maar ja, ik dacht, ik doe even een shirtje aan nu ik eten ga maken. Ik kreeg ook best wel veel vragen via Insta, zeg maar, in dat vragenpol dingetje. Over mijn dieet. Want ik had natuurlijk gezegd in een video dat ik... begonnen was met een dieet. Ik weet niet of sommige mensen er bekend mee zijn. Maar ik volg dus het keto dieet. En dat is dus waarbij je gewoon zo min mogelijk koolhydraten binnen mag krijgen. En er zijn mensen die hele video's erover hebben gemaakt. Dus dat ga ik niet doen verder. Maar ja, voor mijn lichaam werkt het gewoon heel erg goed. Ik mag gewoon best nog wel veel eten. Gewoon lekker veel vlees en eitjes en yoghurt met bosbes en zo. Gewoon allemaal dingen die ik gewoon heel erg lekker vind. En...
En daardoor is het voor mij ook veel makkelijker vol te houden dan dat ik zeg, ik mag alleen nog maar gezonde dingen eten zoals, ja, komkommer en zo. Want kijk, oké, gisteren had ik dan een beetje een terugvaldag. Toen heb ik 2 cupcakes gegeten die ik had gemaakt. Maar vanaf vandaag wil ik weer gewoon een beetje echt goed mijn best gaan doen. Want ik was het dus al 2,5 weken aan het volhouden. En ik ben dus al bijna 4 kilo afgevallen. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus voor mij werkt dit dieet gewoon heel erg goed. En daar gaan we gewoon lekker mee door, hè. Maar ik denk ook wel dat het een combinatie is van nu het sporten wat we doen en zo. Dus ja. Maar ik ga nu in ieder geval 2 eitjes heb ik hierin gedaan. Heb ik even geklutst. Of een beetje zout. Een beetje peper. En ook een verschil waar ik nu in bak en zo. Ik bak nu alles in olijfolie. En dat is dus al veel beter voor je. Het spettert wel meer met bakken, dus pas daarvoor op. Maar het is wel beter. Ik doe een beetje olijfolie in de pannen. Oké, ik denk dat dit wel een goed plekje is om jullie vraag te beantwoorden. Mijn eitje is trouwens klaar. Ik ga het lekker opeten. En ik ga even naar de Insta-story. Om te kijken welke vragen jullie hebben gesteld. Vind je het vriendinnetje van Sam ook zo leuk? Ja, hartstikke leuk, Joy. Nee, ik kreeg ook best wel veel vragen inderdaad over, want ik heb net al een beetje gekeken. Ik kreeg best wel veel vragen over mijn broertje en zijn vriendin. Vooral, even kijken. Eén meisje die was volgens mij helemaal obsessief met mijn broertje, want er kwamen echt 5 vragen van haar binnen over mijn broertje. Wacht, ik ga eens even zoeken. Ik kreeg van haar dus verschillende vragen over mijn broertje. Van, gaat mijn broertje ook een YouTube kanaal beginnen? Hoe lang heeft je broertje al met zijn vriendin? Hoe oud is je broertje? Hoe kennen je broertje en zijn vriendin elkaar? Nou, mijn broertje die is 15. En ja, ik vind zijn vriendin heel leuk, Joy. Zijn vriendin is Joy. En hoe ze elkaar kennen? Volgens mij van school. Zit ze op dezelfde school. En hoe lang ze met elkaar gaan, volgens mij sinds november of zo. Dus dat is bijna een half jaar, denk ik. Zoiets. Ja, volgens mij november, denk ik. Dan lekker toepasselijk, omdat ik nu een eitje aan het eten ben. Is wel eens je favoriete eten. En ik vind sushi dus echt heel erg lekker. Maar het is best wel een standaard antwoord, want volgens mij vindt iedereen sushi echt geweldig. Wat ik buiten sushi nog meer heel erg lekker vind, is spaghetti. Vooral spaghetti carbonara, spaghetti met garnalen, spaghetti met kaassaus, spaghetti met pesto. Ik vind spaghetti gewoon heel erg lekker. En vooral omdat je er heel veel verschillende soorten in hebt. Nou, ik vind niet eens zeg maar spaghetti zelf. Maar dan eerder tagliatelle. Die dikke sliertjes zeg maar. Of gewoon pennen. Of van die vlindertjes of zo. Dat vind ik heel erg lekker. Ik had ook super veel vragen over Milan. Echt bizar veel. Milan is mijn vriend. Die vraag zat er ook tussen van, hoe heet dat? Wie is Milan? Maar Milan is dus mijn vriend. Ik krijg heel veel vragen over Milan. Dus ik heb aan hem gevraagd of hij misschien samen met mij een mukbang wil opnemen in een van de vlogs. En dan vragen beantwoorden. Maar daar moest hij nog eventjes over nadenken. Dus het lijkt me dan leuk om dan zeg maar alle vragen over Milan en mij te beantwoorden. En niet nu. Dus ik hoop dat hij dat wilt. Welke tas staat er nog op je wishlist? Nou, toevallig gisteravond kon ik dus niet slapen. En zat ik weer allemaal troep op te zoeken. Of nou, geen troep, maar allemaal dure dingen op te zoeken. Stijn heeft nieuwe Triple S gekocht. En toen Miu en ik in Londen waren, zat ik heel erg in de twijfel om ook Triple S te kopen. Want die hadden ze toen daar bij Harrods. Maar toen heb ik het uiteindelijk niet gedaan. En heb ik het uit mijn hoofd gezet. En daar was ik heel erg trots op en blij mee. En toen zat ik gisteren de vlog van Stijn te kijken dat ze een nieuwe Triple S heeft gekocht. En sindsdien kan ik de mijne ook weer niet uit mijn hoofd halen. Ik zal eventjes een plaatje in beeld zetten van degene die ik heel erg graag wil. En ze hebben ze bijna nergens meer in mijn maat. Maar bij Farfetch dus wel. Maar ja, gewoon niet. En qua tas, ja, zijn er ook best wel veel tassen die ik gewoon mooi vind. Ik vind bijvoorbeeld van Givenchy vind ik de tas heel mooi. Maar ook de Balenciaga City Bag vind ik heel erg leuk. En welke vind ik nog meer? Ja, sowieso een Chanel tas zou ik ooit in mijn leven willen. Maar niet voor nu. Ja, ik denk dan toch wel die Givenchy tas of die Balenciaga City Bag. Dat ik die wel het leukste vind voor nu. Iemand vraagt, wat vind je leuke babynamen? En ik ben echt zo'n psycho chick die in haar notities van haar telefoon 20.000 babynamen heeft staan. En stel dat ik nu zwanger zou worden en nu een kind zou krijgen, zou ik ook gelijk weten hoe ik mijn kind zou willen noemen.
die namen ga ik niet zeggen. Maar ik zal wel eventjes oplezen welke andere namen er nog in mijn lijstje staan. Maar ik ga niet de namen opnoemen die ik zou doen nu op dit moment. Nou, op 1 stond altijd Joy. Maar Sam's vriendinnetje heet nu Joy. Het is een beetje raar als ik mijn dochter dan ook Joy zou noemen. Maar die stond dus eigenlijk altijd op 1 voor een meisje. En dan andere namen gewoon een beetje random voor jongens en meisjes. Dus Levi, Juliette, Diane, Felice, Nova, Bo. Maar dan Bo met E-A-U. Roos, maar dan Roos van R-O-S-E. En Noah en dan N-O-A-H vind ik heel erg leuk. En voor de rest staan er allemaal namen op die potentie hebben voor later om mijn babynaam te worden. Dus die ga ik niet noemen. Maar ik hou best wel van korte namen. Dat vind ik wel leuk, maar ook weer niet te kort. Dus niet dat het uit 3 letters bestaat. Ook al bestaat de naam Joy uit 3 letters, maar oké. Waarom heb je zo lang geen auto gereden? In maart 2019 heb ik mijn autorijbewijs gehaald. En toen hadden we ook nog maar 1 auto, want een paar maanden daarvoor zijn mijn ouders gescheiden en toen hadden we 2 auto's. Gewoon mijn vaders werkauto en zeg maar de familieauto. Dus toen zou ik op zich wel een auto gehad kunnen hebben om vaak in te rijden. Maar toen zijn mijn ouders dus toen december gescheiden. En toen in maart kreeg ik mijn rijbewijs. Maar toen is die familieauto zeg maar ook weg. Maar toen is dus de familieauto zeg maar ook weggegaan. Want mijn moeder had geen auto nodig. En mijn vader had gewoon zijn werkauto. Dus ik had ook niet echt een auto om in te rijden. Ja, 's avonds, maar ik kon niet overdag naar school met de auto. En dat was ook helemaal niet nodig. Want ik heb gewoon mijn scooter waar ik overal mee naartoe ga. Dus ten eerste had ik niet echt een auto om zelf te pakken. Ik heb geen eigen auto of zo. En overal waar ik naartoe ga is gewoon makkelijker te bereiken met de scooter. Want mijn stage zit midden in de stad. Nou, daar betaal je echt een shitload aan parkeerkosten. Dus daar ging ik gewoon heen met de scooter. En ik kon ook niet meer met de auto. Want mijn vader had zijn eigen auto nodig voor zijn werk. Dus dat. En eigenlijk doordat ik altijd de scooter pak en niet ieder moment een auto had om te pakken, ben ik het een beetje, ja, ik weet niet. Toen, ik heb daarna wel een paar keer gereden. En toen heb ik echt heel erg lang niet gereden. Vanaf april of zo. Nee. Mei. Ik denk dat mei de laatste keer was dat ik had auto gereden. En er loopt een kind buiten. Ik ga even de deur dicht doen. En toen had ik al een tijdje niet gereden. En toen moest ik van mijn vader dus weer even een rondje gaan rijden. Want hij wilde niet dat ik het ging forderen. Dus toen heb ik in augustus nog een rondje gereden. Er was trouwens ook een soort van mini dingetje gebeurd bij de IKEA. Waardoor ik rijden al wat enger begon te vinden en zo. Ik moest namelijk mijn parkeergarage zo omhoog rijden. En dat ging niet helemaal goed. Toen sloeg dat ding af midden op dat parkeerding. Daar werd ik ook een beetje bang en akelig van en zo. Maar toen augustus was de laatste keer dat ik had gereden. En toen, ja, heb ik het eigenlijk nooit meer gedaan. En ik denk dat daarom die stap alleen nog maar groter is geworden. Dus 3 dagen geleden heb ik weer voor het eerst gereden. En het ging op zich wel oké. Maar ik heb nu met mijn vader afgesproken dat ik iedere week gewoon een rondje rijd. Ook al heb ik de auto niet nodig. 'S avonds staat de auto er gewoon. Want mijn vader werkt alleen overdag. Dus 's avonds kan ik gewoon de auto pakken om een rondje te rijden. Dus dat ga ik ook doen. En waarom ik zo lang niet heb gereden? Ja, de drempel werd gewoon steeds groter om te gaan rijden of zo, denk ik. Ik krijg ook best wel veel de vraag. Hier zie ik hoe ik mijn foto's bewerk. Maar dat zou ik anders wel in de dagelijkse vlog van morgen gaan uitleggen. Dat ik daar een apart stukje over maak. Om te laten zien hoe ik mijn foto's bewerk. Dan kreeg ik ook wel een aantal vragen over van, heb je een betere band met je vader of met je moeder, aangezien je vaker bij je vader bent? En waarom verhuis je niet met je broertje mee? Want mijn broertje die slaapt zeg maar van zaterdag tot zaterdag bij mijn moeder. En dan vanaf zaterdag tot zaterdag bij mijn vader. Die switcht iedere week zeg maar. Net zoals de hond. Best wel veel mensen vinden dat raar. Maar ja, mijn vader houdt van die hond en mijn moeder ook. Dus Bodie, onze hond, die verhuist zeg maar met mijn broertje mee. En ik krijg best wel veel de vraag hier, zie ik, van mensen die vragen waarom ik niet mee ga iedere keer. Maar dat is eigenlijk al een beetje zo vanaf het begin. Kijk, mijn broertje is 15. Dus mijn ouders hebben voor hem bepaald wanneer hij waar. Of nou, hij mocht wel kiezen vanaf welke dag tot welke dag hij wilde. Maar mijn ouders hebben wel zeg maar gewoon afgesproken van een week bij mijn moeder, een week bij mijn vader. En ik ben natuurlijk 20, dus ik mag nu zelf kiezen ook.
ja, het huis, dit huis waar we nu zitten, is het huis van mijn vader. En hier wonen we al 12 jaar. Dus ik heb hier al mijn spullen, al mijn dingen en zo. Dus daarom dat ik eigenlijk gewoon meer hier ben. Hier heb ik gewoon mijn eigen spullen en mijn eigen dingen. En bij mijn moeder heb ik nu ook in plaats van een slaapkamer een nagelkamer. Heel veel mensen vragen dan ook van, maar waar slaap je dan als je bij je moeder bent? Maar er staat een slaapbank. Een éénpersoon slaapbank, dat wel. Maar als wij daar dan blijven slapen en Sam is daar... En Sam is daar, dan gaat Sam op die slaapbank en dan gaan Milan en ik in Sams bed. Dus ja, dat een beetje. Ik hoop dat het een beetje duidelijk uitleg is. Iemand vraagt, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 20. Ook al zou niet echt iedereen dat geloven, maar ik ben 20. Ik ben 13 februari ben ik 20 geworden, want ik ben in 2000 geboren. Ben je bang dat Bali niet meer doorgaat? Nou, ik ben er niet per se bang voor, want er is gewoon wel een grote kans inderdaad dat het niet doorgaat. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Maar... we hebben een annuleringsverzekering, dus we krijgen ons geld gewoon terug als het goed is. Dus dan kunnen we dat geld bewaren om volgend jaar naar Bali te gaan. En stel dat we een voucher terugkrijgen, kunnen we die ook alsnog gebruiken om volgend jaar naar Bali te gaan. Dus ik zou het heel jammer vinden als het dit jaar niet doorgaat, maar het zou geen ramp zijn. Want dan verplaatsen we het gewoon naar 2021 en we gaan eigenlijk pas 10 augustus, dus dat is nog over een tijdje dus. Deze vraag vond ik ook wel grappig. Roken jij en Milan? Nee, wij roken allebei niet. En eigenlijk bijna niemand in onze vriendengroep die rookt. En er staat ook zo niet. Wat vind je van roken? Nou, ik vind roken, ja, als je daar gelukkig voor wordt, moet je het lekker doen. Maar ik vind het vooral gewoon heel erg zonde geld. Want volgens mij kost een pakje iets van 7 of 8 euro of zo. En als ik bij sommige mensen zie hoeveel er in een week doorheen gaan, is dat echt niet normaal. Nee, wij roken niet. En eigenlijk de meeste van onze vrienden ook niet. Hoe zie je jezelf over 10 jaar? Nou, over 10 jaar, dan ben ik 30. En nou, dan hoop ik wel samen met Mew te wonen in een huis. En ook als het allemaal gegund is en als het allemaal mag een eerste kind hebben. Want ja, dat vind ik wel een mooie leeftijd voor een eerste kindje. En gewoon een goede leuke baan. Iets waar ik het naar mijn zin heb. En een mooie inloopkast met allemaal mooie schoenen en tassen. En gewoon dat iedereen... die nu om me heen is, dat die er gewoon nog steeds is. En dat het daar allemaal gewoon goed mee gaat. En ja, dat hoop ik over 10 jaar. Heel veel vragen van waar koop je je meeste kleding? Nou, de meeste kleding koop ik eigenlijk bij de Zara. Laatste tijd heb ik ook wel heel erg veel van Lofi's. En H&M heeft gewoon hele goede basics. Maar ik heb laatst ook weer een bestelling geplaatst op Pretty Little Thing. En daar hebben ze ook wel heel erg veel leuke dingen. Dus... ja, die dingen vind ik wel heel erg leuk. Waar wil je later wonen? Nou, ik wil sowieso in Nederland blijven wonen later. En eigenlijk denk ik ook gewoon in Den Haag. Want wij wonen nu allebei in Den Haag. Ik kom hier allebei vandaan. Dus ik zou hier wel gewoon willen blijven wonen. Of gewoon in ieder geval hier omheen. Maar ik zat laatst eens te denken. Stel dat ik zou moeten verhuizen. Dan zou ik denk ik naar Vinkeveen gaan. Omdat Milan's opa en oma wonen in Vinkeveen. En mijn opa en oma hebben een woonboot in Vinkeveen. Zeg maar, ze wonen gewoon in Den Haag. Maar als het lekker weer is, gaan ze naar Vinkeveen. En daar zou ik dus echt best wel kunnen wonen. Je hebt er zulke mooie grote huizen. En dan aan de plas. En een boot voor je deur. Dat lijkt me echt wel heel erg chill. Dus als ik dan zou moeten kiezen, zou ik denk ik Vinkeveen kiezen. Want je zit ook super dicht bij Amsterdam in de buurt. Bij Utrecht. Je bent gewoon best wel het middelpunt. Dus dan zou ik denk ik Vinkeveen kiezen. Jet vraagt, wanneer gaan we weer knuffelen? Wanneer de 1,5 meter afstand weg is. Ik heb Jet ook al echt een tijdje niet gezien. Ik vind het zo jammer, want... we hebben dus echt een heel erg leuk, ja, ik vind het een heel erg leuk vriendengroepje. Heel gezellig. En daar gaan we dus ook altijd mee naar festivals en zo. En zo en Jet zitten daar ook bij. En ja, ik weet niet. Ik kan me er gewoon weer zo op verheugen op dat festivalseizoen. Lekker met z'n allen. Leuke slaapfeestjes. Gewoon lekker met z'n allen in de avond zeggen van, komen jullie anders hierheen? Lekker barbecue of weet ik veel wat. Ik heb daar gewoon zoveel zin in. En dat kan nu allemaal gewoon niet. En ik snap ook wel dat het niet kan, maar ik vind het wel echt heel jammer. Wat is het eerste wat je gaat doen als we alles weer mogen? Sowieso een ziek feest in de tuin geven. Als alles straks weer mag, dan ga ik denk ik echt een ziek tuinfeest geven of zo. Niet dat mijn tuin ziek groot is, maar echt alle vrienden die ik zo erg heb gemist. En alle mensen die ik me kan bedenken, die ik leuk vind. Die nodig ik uit, zet ik hier in de tuin en heb een gezellig feest. Oké, en dan de laatste vraag. Mijn favoriete aankoop ooit. En dat is denk ik mijn scooter. Ik heb toen mijn scooter helemaal zelf bij elkaar gespaard. Maar het kreeg dus een ongeluk, want ik had eerst een andere scooter. Het kreeg een soort ongeluk, of een soort ongeluk, er was een auto tegen me aangereden. En toen was mijn scooter totaal losgeraakt, maar het was niet mijn schuld. Dus ik kreeg geld terug van de verzekering. En het deel wat ontbrak had ik van mijn opa en oma gekregen qua geld. Echt super, super lief.
Dus deze scooter heb ik voor grotendeels zelf betaald, maar ook een deel van mijn opa en oma gekregen. En ik denk wel dat dat echt mijn favoriete aankoop is geweest, want ik heb hem nu 4 jaar en ik doe echt alles met dat ding. Ik zou echt niet mijn leven kunnen voorstellen zonder die scooter. En het klinkt echt heel dramatisch, maar ik doe echt alles op die scooter. Ik ga naar vrienden, ik ga naar werk, ik ga naar stage, ik doe leuke dingen ermee. Ik rijd er gewoon bijna eigenlijk iedere dag op. Ja, nu in quarantaine tijd dan niet. Nu staat hij al heel erg stil, maar ja, dat is logisch. Maar normaal in het normale leven gebruik ik hem letterlijk iedere dag. Dus ik denk echt dat dat mijn favoriete aankoop is. Ik heb de Vespa Primavera en dan Limited Edition kleur uit de jaren 70 of zo is die kleur gemaakt. Maar dat is in ieder geval mijn scooter. En daar ben ik het allerblijst mee, denk ik. En ook vooral omdat ik hem dus soort van helemaal zelf betaald heb. Nou, de eerste scooter had ik helemaal zelf betaald. Maar die was dus tweedehands, waardoor ik dus minder terugkreeg uiteindelijk doordat die totaal los was. Dus vandaar dat er nog een deel bij betaald moest worden. En dat heb ik dus van mijn opa en oma gekregen. Wat ik echt onwijs lief vind. En ja, dat wist ik dus eerst niet. Maar oké. Okay. Mijn ei is op. Ik heb wel weer genoeg gebrabbeld. Ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vonden. Zou ik dit anders om de 10 dagen in de dagelijkse vlog doen? Dat ik wat vragen ga beantwoorden. Zodat jullie mij steeds ietsjes beter leren kennen. Ik krijg ook best wel vaak antwoorden in mijn reacties van... door je dagelijkse vlog wordt het een stuk persoonlijker, een stuk leuker. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om te horen. Maar door deze vraag krijgen jullie toch net even wat meer beeld nog erbij of zo, denk ik. Weet niet. Ik hoop dat Milan met mij die mukbang Q&A wilt opnemen in een van de volgende dagelijkse vlogs. Want dan kunnen we ook al alle vragen over Milan en mij gaan beantwoorden. Dus ja, ik ga eventjes mijn bord opruimen. Oh, en ik heb echt spierpijn aan mijn billen van gisteren. So, that's a good sign. Ja, dan ga ik denk ik weer in de tuin liggen. Heb je weer goed gekookt, pap? Oh, wat lekker. Lekker gehakt. Wij zijn al een uurtje klaar voor met eten. Ik ga nu eventjes mijn vlog die morgen online moet komen bewerken. Want dat heb ik nog niet gedaan. En dan gaan we daarna sporten in de tuin. Lekker sporten. Mijn shirt matcht met het sportmatje. Ik moet alleen nog eventjes mijn elastieke pakken en die bal. Er is een vreemde man hier. Een hele vreemde man. Moet ik helpen? Nee, sorry. Hoppa. Uiteraard heb ik hier een Goede Tijden afleveringetje van vandaag gedownload. En die van gisteren had ik ook nog niet helemaal afgekeken. Dus dat ga ik lekker kijken tijdens het sporten. Ha, doei. Ik ben klaar met sporten. Ik ben echt kapot. Ik ga nu eventjes deze kussens de schuur inbrengen. Want ik weet niet of het vannacht vochtig wordt of gaat regenen. Maar dan liggen ze in ieder geval droog. Nu is ook bijna klaar met sporten. En dan lekker douchen, want ik stink. Dus 9:30. Wij gaan lekker slapen. Ik ga nog eventjes mijn make-up eraf halen. Had ik mijn pil wel ingenomen vandaag? Ja, oké. Morgen heb ik een online Engels examen. Maar Rowan zei dat het heel makkelijk was, want zij heeft hem gisteren al gehad. En ik heb hem dus morgen om 2:30. Dus ik ben heel benieuwd. En als ik die heb gehaald, dan heb ik Engels al helemaal afgesloten. En ben ik voor dat vak in ieder geval geslaagd. Voor Nederlands ook al en rekenen ook. Dus ja, dat is mooi. Ik ga mijn make-up erop halen en lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer.